Ik ben een LSM launch aan het maken en die maakt gebruik van een lineaire synchroonmotor. Die motor moet wel nog aangestuurd worden en daarvoor wil ik een ESP32 gebruiken. Het enige probleem, ik kan niet programmeren. Hoe kan je een ESP met een computer verbinden en hoe upload ik die code naar dat ding? Ik ben Robbe en ik ga proberen zelf een achtbaan te lanceren met de LSM techniek. Wil je eerst even de video liken en abonneren op mijn kanaal, zo blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. Alvast bedankt. Nu ga ik proberen om een code te schrijven om de motor aan te sturen. In deze video ga ik in de plaats van spoelen LEDs gebruiken, want dat zie je als die aangaan. Het plan is om een ESP te programmeren om een halssensor uit te lezen. Zo'n halssensor is een magnetische sensor. En dan moet de ESP een LED aansturen wanneer er een magneet in de buurt is van die sensor. Die magneet zal aan de onderkant van het karretje zitten en de LED stelt dus een spoel voor. Ik ga proberen om een ESP32 te programmeren met ChatGPT en als dat gelukt is, dan maak ik daar een video over. Dus hou mijn kanaal zeker in de gaten.